De Van Togeruistraat zit al enige tijd vol grote kuilen en kraters. Het slechte deel loopt vanaf de rotonde van de Weidenbosbrug richting het centrum tot voor Molenpad. Het ministerie van Openbare Werken is reeds op de hoogte en heeft vandaag op een klein gedeelte van het slechte wegdek en in de grootste kuilen en kraters grind gezet. Echter is nog een groot deel van de weg vrij slecht. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken geeft aan dat er iets opdracht is gegeven het probleem aan te pakken. Als hij heel veel gaat, de Paramaribo, Kamerwene, Waringa. We hebben de opdracht gegeven aan de wegautoriteit om dat spoed op te pakken. Omdat bij ons wij geen middelen nu beschikbaar hebben. En zij zijn een professionele bedrijf, autoriteit. En dus binnenkort ga je zien dat ze dit soort zaken oppakken. Ze zijn trouwens al begonnen met de werkzaamheden. Het probleem met de Van Togeruitstraat bestaat al jaren, aangezien bij regen weer het water moeilijk wegstroomt. Noor Mohammed onderkent dit probleem te kennen en dat de weg te kleine duikers heeft die ook nog vol lopen met zand. Opnieuw asfalteren kan op dit moment niet, omdat er geen geld in kas is en asfalteren in de regentijd niet zinvol is, zegt de minister. We gaan niet zwaar investeren, omdat je weet, dit project zit in deze weg gaat een heel goede en moderne weg worden binnen het IDP-project van de Interdevelopment Bank. Dus we gaan nu wel tijdelijk de gaten dichten, maar niet een complete asfaltbeurt op dit moment geven. We gaan wel iets bedenken dat die goed rijbaar wordt, dat 100%. Oké, want deze weg is dus een van de belangrijkste wegen op de moment naar het centrum. Ja, okay. Je hebt gezien, we hebben die rioolputten opgeschoond. En nu die weg goed rijbaar maken, dat komt. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Hij hoopt dat de opstoppingen aan de Van Togeruistraat gauw worden opgelost en vraagt de samenleving wat geduld te betrachten.